Voordat we gaan kijken naar wat er gebeurt met het signaal als de witbalans aangepast wordt, als de kleuren aangepast worden, check eerst onderstaand witbalans uitleg, zodat je goed door hebt wat de presets allemaal zijn en hoe het ook weer allemaal in elkaar zit. Dan begrijp je zo meteen beter wat er gebeurt met het signaal en kan je het in de praktijk naar je hand zetten. Jullie hebben ook al met fotografie het gehad over kleurtemperaturen. En ook bij deze dingen moet je goed opletten wat de kleurtemperatuur van het licht is en hoe je dat kan gebruiken. Deze grafieken geven weer hetzelfde weer als net, alleen een volledig plaatje. En er zit een stukje overbelicht in. Dit is die bal die je ziet. En je ziet hier rood, groen en blauw signaal gesplitst. En als je dat goed bekijkt, zie je wat voor kleurtemperatuur zou die camera nu ingesteld zijn. Ja, het blauw is iets hoger. Dus wat denkt de camera wat voor licht hij voor zijn neus heeft? De camera denkt, ik heb meer rood licht voor mijn neus, dus dat ga ik compenseren met blauw. Nou, klopt schijnbaar niet helemaal, want anders dan was dat wel exact wit geweest. Als ik mijn kleurtemperatuur ga aanpassen, hij staat nu namelijk op, nu gaat hij naar 5,6. Oftewel, de camera denkt, ik heb 5600 Kelvin voor mijn neus, denkt die camera. 5600 Kelvin, redelijk hoge kleurtemperatuur. Dus die camera denkt, ik heb meer blauw daarin. Nou, wat zie je ook in die grafiek gebeuren? Hij trekt het blauw naar beneden en stopt er extra rood bij in. En het resulteert dus ook in een rode plaatje. Ik druk hem weer even door naar zelf in te stellen. En ik ga hem instellen zonder witkaart, oftewel zonder papier ervoor van kijk, dit is wit. Hij heeft aardig wat wit daarin. En als ik hem daar alles zelf laat instellen, krijg je een redelijk neutraal wit plaatje. Zie je in de grafiek ook. Die bal zit ongeveer op dezelfde hoogtes. Zelfde waardes, rood, groen en blauw. Nou, skip je daar doorheen naar een lagere kleurtemperatuur. Naar die 3200 Kelvin. Zie je dus dat die rode weer lager wordt. Hij stopt er iets meer blauw in. En het plaatje wordt ook wat koeler. Ga ik weer door naar die 5600 Kelvin. Zie je dat die blauw dus weer naar beneden gaat en de rode hard omhoog gaat.